ASUS heeft een bepaalde tak, een soort afsplitsing van het bedrijf. En dat is speciaal gericht op gamers. Ja. En dat is Republic of Gamers, ROG. En daarin hebben ze een aantal laptops, waaronder deze Strix, de G703G. Dit is ook nog eens de Scar Edition. En dit is echt een game laptop bij uitstek. Het scherm is snel, het is 144 hertz. En sowieso zijn de specs echt om over naar huis te schrijven. Want je krijgt er ook echt heel veel stickers bij. Stickers! Ik vind het mooi. Ja. Het is echt serieus een hele fijne game laptop en de specs liegen er ook niet om. Er zit een GTX 1070 videokaart in, dus het draait echt alles wat op dit moment uit is. Op hoge kwaliteit zit een GTX 1070 in, grafische kaart. De 16 gig RAM geheugen heb je. Ja. Je hebt een harde schijf van 256 gig SSD, maar ook nog een terabyte HDD. HDD. Dus en daarnaast ook nog een i7 8e generatie. Ja. Dus deze blaast er wel overheen. Deze 17-inch laptop natuurlijk, want het is, zoals je ziet, het is een flinke. Ja, maar het is wel een mooie. De bezels zijn ook nog vrij schappelijk, dat is in ieder geval heel prettig. Zoals je ziet, alle poorten zitten erop en eraan. Wat ik zelf heel erg fijn vind, naast de HDMI-poort zit een DisplayPort. En dat is vooral voor gamers heel fijn, dat je gewoon een snelle externe monitor erop aan kan sluiten. Voor de rest de USB-poort, de USB-C, headphone jack en natuurlijk een aansluiting voor je power. Hij is 4 jaar ready, dus als je daar ook voor wil gaan investeren, dan zie je echt wel een prima apparaat. De binnenkant van deze laptop zie je natuurlijk het mooie grote 17-inch scherm. Het toetsenbord met alle toeters en bellen en lampjes erop, die in alle kleuren van de regenboog op je netvlies getoverd kunnen worden. Maar wat ik zelf fijn vind, maar vaak niet relevant voor gamers, is dit touchpadje. Voel hem. Ja, oké, fair enough. Dat is lekker, hè? Ja, nee, eens. Ja, maar wat ik zelf dan jammer vind, kijk, dit is een mooie carbon look. Ja. Maar je hebt wel dit. Niet dat je dit heel vaak gaat doen, maar toch, je betaalt veel geld voor deze laptop. Ja, er zit een beetje gekke vering in de buis. Hij buigt een beetje door. Maar ik heb niet het gevoel alsof die elk moment uit elkaar kan vallen. Nee, zeker niet. Kijk, dit is altijd mijn standaard test. Ja, dat is wel een dingetje. Dat doet hij altijd. Ik maak me altijd druk. Dat moet je niet doen, maar je moet gewoon kijken. Je neemt je laptop mee, die moet stevig zijn. Ook al zit je in een trein en je hobbelt, dan wil je gewoon niet dat je scherm omvalt. Dat het gewoon allemaal een beetje stevig scharniert. Ja. En hij komt deze test erin. En dit is een flinke, robuuste laptop, maar wel heel fijn om te gebruiken. Poorten zat. Bloedsnel.